Cambuur bij Leeuwen-Middelzee wordt mede mogelijk gemaakt door Brandsma, koffie, thee en apparatuur, Balans, onafhankelijke financiële dienstverlening, Energieinspectie Friesland, verduurzaamd vastgoed en Bier en Ballen voor ondernemers die met de factor fund zaken doen met elkaar. Trotse supporters van SC Cambuur. Trainer Henk de Jong, naar een wat milde eerst zelf toch nog een mooie 0-5 overwinning. Ja, dat is keurig. Hè? Tegen een derde divisieclub uit op gras. Ja, en wat de eerste helft gebeurde, we starten redelijk en toen viel twee keer het licht uit. Ja, en als de derde keer uitvalt, dan staken scheids en dan moet je naar huis. En dat speelde wel even. Maar ik vond daarna dat we, vooral centraal achterin, dat we een aantal kansjes weggaven. Eén dikke kans. Dus daar hebben we de rust ook over gehad. Nou, ik vind de tweede helft dat we het goed gedaan hebben. Op een gegeven moment zit het erdoor en hebben we het echt goed uitgespeeld. Hè? Wat mij vooral viel is dat dan Hoedemakers of een Akkoi of een Malum bereikt. En vanaf daar toch al de pasen in de eerste helft vooral wel slordig waren. Ja, dat wat jij nu zegt klopt precies. Ik heb het ook tegen Robin gezegd, Robin Moulin. Ik zei, Rob, ik verwacht meer van jou ook in die passing. Hè? En ik vind dat hij de tweede helft beter gedaan heeft. Ja, want toen kwamen er ook meteen meer kansen. Ook mooi voor zo'n jongen als Delano dat de Muren er dan niet bij is, dat hij dan toch gewoon een hat-trick maakt. Ja, leuk. Leuk, dat is ook een jongen die het verdient. Hè? Dat is ook in de hele groep leeft het ook. Dat is een jongetje van 19 jaar, komt hierheen te wonen in Leeuwarden. En ja, moet best wel eens even wennen. Ik heb een weekend ook een dag langer weggestuurd. Het zijn er mannetjes. Hè? Iedereen denkt, profvoetballers, het zijn gewoon jongetjes. En dat doet hij gewoon hartstikke goed. En hij moet ook nog leren om mee te voetballen. Kaats weg, doorbewegen, want hij is ook nog snel. En wat hij ook heeft, hij schoot ze nog geweldig binnen. Maar hij kan ook heel goed koppen. Het is een kleine jongen die echt heel goed kan koppen. Dus talentvolle jongen, maar ook een hele leuke gast in de groep. En dan komt hij hier zo vroeg wonen. Zie je hem dan ook echt stappen maken in zijn ontwikkeling zelf, als persoon ook? Ja, hij is echt een leuke gast, man. Hij is ook hard, hoor. Hij schopt ook zomaar niet met onze kont. Maar nou, een leuke jongen. En ik vond het Doken Smit debuut gemaakt. Ja, dus zag je direct ook wat we wel eens over gehad hebben. Hè, dat we in uitwedstrijden ook gif nodig hebben. Als die jongen fit is straks, die regelde direct alles in het veld. Hè. Er was lawaai en er was strijd. Ja, dat vind ik wel mooi. Ik zei nog op de tribunes, Doken Smit valt in. Een langdurige blessure gehad. Maar ik vond hem echt heel fel in zijn duels meteen. Maar hij hield niet in. Hij houdt nooit in. Dat kan hij niet. Hij gaat dwars door de reclame, Boris Moet. Maar ook de passes die hij gaf. Hè, er kwamen twee doelpunten uit. Dus dit zag gewoon goed uit. Dus dat ziet er goed uit. En nou, ik schouder erbij bij vrijdag. Isaac Colon zal niet lukken. Nou, en ik hoop dat Robert Muren vrijdag ook weer fit is. Dan met de jongens die het nu vanavond ook gedaan hebben, staan we er goed op. Tot slot, aankomende vrijdag, NEC thuis als koploper. Hoe lekker is dat? Ja, prachtig. Ik hoop dat de mensen ons goed helpen. We zitten nu even in een fase, na deze wedstrijd ook. En nu de terugreis vanavond, dat we hulp nodig hebben. En wij zullen alles eraan doen. En als we het samen met onze supporters doen, dan gaan we een heel eind komen.